Iedereen kijkt naar films en series. En iedereen weet wanneer een scène indrukwekkend of bijzonder is. Maar wat moet een acteur eigenlijk doen om een scène zo te spelen dat hij je als kijker bijblijft? Wat zijn zijn keuzes? En waarom is diegene acteur geworden? Samen met een gast duik ik het diepe in om deze vraag te beantwoorden. Mijn naam is Thijs Boermans en welkom bij de Spotlight. Onze volgende gast is er niet zomaar één. Ze is bekend van haar indrukwekkende rol van Carmen in Penosa en haar hoofdrollen in producties als De Uitverkorene, De Held en Stellenbosch. Ze heeft inmiddels al 4 cover op haar schoorsteen staan en is een van de meest gewaardeerde actrices in Nederland. Monique Hendricks. Lieve Monique, allereerst wil ik je bedanken voor je tijd. Je zal het waarschijnlijk druk hebben, dus ik ben enorm blij dat je hier wil zitten. En ik hoop op een leuk gesprek. Ik ook. Voor de kijkers die Penosa nog niet hebben gezien. Het is een misdaadserie over de Nederlandse Penosa, waarin Monique de hoofdrol speelt en de rol van Carmen van Walraven vertolkt. En om niet te veel te verklappen van de serie. In het begin van het eerste seizoen wordt haar man doodgeschoten. En die blijkt met schulden te zitten in het criminele circuit. En komt zij voor de keuze te staan of ik praat met de politie en ga als beschermd getuige, zeg maar, de rest van mijn leven door. Of ik kies ervoor het moeilijkere pad om de criminaliteit op te zoeken en mezelf daarin omhoog te werken. Nou heb ik deze scène uitgekozen omdat ik eigenlijk vind dat deze scène heel goed symboliseert hoe jouw personage steeds voor hetzelfde conflict komt te staan. Ik heb niks meer te zeggen. Als jij niks te zeggen hebt, dan gaan we de eerste scène bekijken. Ja, heel graag. Oké. Okay. Slecht nieuws. Hoezo? Storm is aan het lekken. Oh? Ja, ik had al de hele tijd het gevoel dat er wat met hem was, maar nou, dit had ik niet verwacht. Maak je geen zorgen, Barry. Hij geeft ze alleen maar nep-info. Ja, wist dit? Wanneer was jij van plan mij dit te gaan vertellen? Het is al gestopt, zeg ik toch? Hij zit met de politie te lullen! Ze weten niks. Sorry. Barry, ik wil niet dat Storm iets overkomt. Barry? Ze weten het. Het kartel weet het. Geen idee, maar ze hadden foto's. Ze willen dat ik het oplos. We bedenken wel wat. Hij moet vluchten naar buiten. Hoe zie je dat voor je dan? Lucien had ze een halve middag gevonden. En wat als het hem lukt om weg te komen? En wat denk je dan dat het kartel doet met Nathalie en Filijn om te zorgen dat dan hij zich bek houdt? Dan moet hij met Nathalie en met Filijn vluchten. En wat denk je dan dat ze met ons gaat doen? Denk nou even na! Dit is een test. Ze willen dat ik dit doe. En als ik het niet doe, dan doen ze het alsnog zelf. En dan maken ze mij daarna af. Het kan me niet schelen dat het een test is, Barry. Storm is de man van mijn dochter. Jij belooft ons te beschermen. Dat was de voorwaarde. Dus we zoeken een andere oplossing. Oké? Okay? Dilemma's. Als we het even naar het begin nemen. Toen je deze rol ging spelen en de rolbeschrijving hiervan las. Tijdens de lezing of de eerste keer toen je je script kreeg. Kwam je toen direct op ideeën? Dacht je van oké, dit is hoe ik misschien kleur ga geven aan mijn personage. Of raakte je juist geïntimideerd en dacht je van dit is wel echt een serieuze taak? Of... Nou, het was een hele lange weg ernaartoe. Want het was allemaal onduidelijk wie het zou gaan produceren. En of ik wel glamorous genoeg was. Want ze wilden er toch een beetje in eerste instantie een glamourvrouw van maken. Die gewend was aan geld. En het niet heel erg bezig was met waar dat nou vandaan kwam. Maar uiteindelijk... Die gewoon deed alsof haar neus bloedde, bedoel je?
Nou ja, een beetje zeg maar de Carmen van de Soprano's. Dus de vrouw van Tony. Ja, ja, ja. Die, goeie inspiratiebron. Ja, zeker. Die heb ik echt grijs gekeken. Maar zij is natuurlijk... Zij wil niet weten waar het vandaan komt, het geld. En dat is bij Carmen natuurlijk anders. Op het moment dat Frans wordt doodgeschoten... dan moet zij zich verdiepen in waar het geld vandaan komt. En zij wil eigenlijk ook dat hij eruit stapt. Of in ieder geval dat hij niet de harde drugs ingaat. Nee. En dat hij... Dat het veilig blijft voor de kinderen. En dat is natuurlijk een... Dat is wel een echt een ander uitgangspunt, denk ik. En op het moment dat in aflevering 1 Frans dan wegvalt... dan komt er natuurlijk een geheime wereld eigenlijk. Ja. En die criminele wereld... En dat veroorzaakt natuurlijk de dilemma's. En dan wordt het eigenlijk steeds rauwer, heb ik het idee. Veel in tegenstelling tot de Soprano's, wat natuurlijk ook heel rauw is, maar wat in ieder geval die wat Carmen van de Soprano's heel anders maakt, is dat zij die vrouw blijft die niet wil weten waar het geld vandaan komt. Yeah. En ligt het drama veel meer bij Tony. Dus eigenlijk speel ik Tony dan. Yeah. Moet je nagaan dat dit personage eigenlijk eerst een hele andere wending had moeten aannemen. Dat eigenlijk eerst dus een glamourvrouw had moeten zijn. En dat jij dat eigenlijk... Nou, het was ook veel meer een glamourvrouw. Want ze had ook tijd om naar de kapper te gaan en een make-up te doen. En ik had blond haar. En op een gegeven moment had ze daar helemaal geen tijd meer voor. Bovendien was Diederik iemand, een regisseur, die deed het aan mijn haar. Die vond het dan te gekapt zitten. Dus die zat dan de hele tijd aan mijn haar. Dus het is ook minder... Het is rauwer geworden door Diederik en door mij, denk ik. Het is natuurlijk ook heel erg leuk om slechterikken te spelen, in jouw ogen slechterikken. Maar je moet wel zorgen dat de motivatie positief blijft, snap je? De motivatie van Carmen om te doen wat zij allemaal gedaan heeft. Ik bedoel, dat deugde natuurlijk heel vaak helemaal niet. Maar nee. omdat iedere keer die familiebanden zo, dat we die zo sterk hebben gemaakt, zijn er nu nog mensen die naar mij roepen: hey Carmen, je bent een goede moeder. Dan denk ik ben helemaal geen goede moeder. Maar dat is wel het beeld wat overblijft en waardoor mensen toch meegaan in een gedachtegang die misschien wel helemaal niet klopt. En dat is natuurlijk wel heel leuk aan acteren, dat je dat voelbaar kan maken. Had je bedacht dat je deze rol meerdere seizoenen kon spelen? Nee, helemaal niet. Het is iedere keer was het afwachten of we weer een seizoen mochten maken. En dat is eigenlijk heel jammer, vind ik, achteraf. Als je zo bekijkt van we hebben 5 seizoenen en een film. Want ik denk dat als je weet dat je naar seizoen 5 gaat, dan dat daar veel meer naartoe geschreven wordt. Dus dat het net iets... Dat je net iets meer, zoals in Breaking Bad, dat je net iets meer ontwikkeling kan maken. En dat je niet zo woep, woep. Want wij dachten bij seizoen 3 gaat het ophouden. Dus we hebben wel, zeg maar, alles gegeven om het interessant te houden tot het eind. Maar er waren wel echt momenten dat we dachten van, nou, dit heeft ze al zo vaak gezegd. Ja. Het kan eigenlijk niet meer. En toch werd het steeds populairder en ging en dan stopt het gewoon niet. En dat vonden we tegelijkertijd ook fijn, omdat het wel hele rijke personages zijn. Dus je kan ook die dilemma's zijn onuitputtelijk, denk ik. Ja. Het is niet voor niks dat er van Dexter bijvoorbeeld 8 seizoenen gemaakt zijn. Maar om daarop aan te sluiten, iedereen heeft zijn eigen ding, een soort proces die ze gebruiken om tot een bepaalde emotie te komen. Heb je dan ook per elk gebeurtenis hetzelfde dingetje wat je gebruikt daarvoor? Nee. Je probeert eigenlijk als je acteert je zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus je tekst te kennen, je personage, zoveel mogelijk over je personage te weten. Dus je echt goed voor te bereiden, de situatie te weten die je moet spelen. Maar tegelijkertijd probeer je, en dat is natuurlijk de magie van spelen, probeer je op dat moment te ontspannen en te laten gebeuren wat er op dat moment gebeurt op een set. En dat is niet altijd even makkelijk, omdat het vaak hectische, stressvolle plekken zijn en gebeurtenissen. Maar dat, op een gegeven moment weet ik hoe ik het beste ontspan. Maar bijvoorbeeld als je naar deze scène kijkt, hier ga je eigenlijk door meerdere emoties. Want eigenlijk je komt tot de realisatie van iets ergs, maar je moet ook nog eens
in dat moment moet je ook nog eens laten zien dat je daarvan de gevolgen gaat bedenken aanvoelt. In je hoofd. En dat is, dat is best wel, lijkt me best wel lastig. Het is niet zeg maar één ding wat je moet aanvoelen of zo. Je moet... Nee, maar je... kijk, ik ken de situatie van Carmen natuurlijk heel goed. En ik weet wat zij allemaal mee heeft gemaakt met Storm, met Nathalie. Nathalie was heel kwetsbaar. Die heeft dan nu eindelijk de liefde van de leven gevonden. Dus hoe maar gaat dat zijn als die wegvalt? Ja. Snap je? En dat soort gedachtes, die probeer ik dan te sturen. Dus ik stuur de ik ben niet bezig met de emoties op dat moment. Ik ben niet bezig met, oh god, ik moet nu op dat moment tranen laten zien. Of ik moet op dat moment tranen tegenhouden. Of daar ben ik niet mee. Ik ben bezig met die gedachtes in die situatie. Van wat kan zij denken op het moment dat Barry tegen haar zegt van wanneer had je gedacht had mij te vertellen? Snap je? Je moet eigenlijk proberen om op het moment dat te horen, op het moment te denken. En die gedachtes kan ik sturen, maar die emoties die kan ik alleen beheersen op het moment dat ze er zijn. Maar die kan je niet echt forceren. Tenminste, dat is mijn idee over spelen. En iedereen doet dat anders. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk geen wetten voor. Maar ik denk dat ik die gedachtes probeer te sturen. Eerder dan de... Maar bijvoorbeeld als je... Ik bedoel, je speelt ook moeder. En je bent zelf moeder. Dus dat gebruik je dan niet. Je denkt niet van... Nee, ik denk nooit op het moment dat ik een emotionele scène moet spelen aan de dood van mijn vader, bijvoorbeeld toen ik 13 was. Of aan het idee dat Javai iets gaat overkomen. Ja. Omdat voor mij werkt dat averechts, omdat ik denk, ja, daar heeft niemand iets mee te maken. Of daar word ik juist, snap je, ga ik juist naar binnen. En wat je met acteren doet, is dat je laat lezen eigenlijk. Dus je laat in je binnenwereld kijken. En dat is volgens mij belangrijker dan hoe die emotie eruit komt. Want er zijn 1000 manieren om verdriet te spelen. Of om bluf te spelen. Of om blijdschap te spelen. Had je toen je de rol las, dacht je dat die al perfect was in het begin? Of had je, heb je veel zelf eraan veranderd? Samen met Diederik en met de acteurs. Want op een gegeven moment kwamen wij erachter dat Luther en Carmen heel weinig woorden... Kijk, dat is natuurlijk geschreven. De basis is daarvan is geschreven dat Luther een man is van weinig woorden. En dat zij elkaar door de hele situatie toch eigenlijk heel intiem zijn geworden. Ja. Dat is dan een relatie die in principe geschreven is. Maar op een gegeven moment weet je dat. En dan is het heel leuk om daarmee te spelen. En dan is Diederik ook nog eens een keer iemand die... Niet heel erg. Hij bereidt wel goed voor, maar hij kan niet. Het is niet iemand die een heel vast omlijnd plan heeft van we beginnen bij A en dan gaan we via K naar Z. Snap je het hele alfabet af? Momentenman. Maar heel erg een momentenman en heel erg van oké, we hebben deze ruimte, we hebben deze acteurs, maar we gaan het heel anders doen, snap je? En de ene acteur kan daar beter tegen dan de ander. Maar ik vond dat juist echt heerlijk. Omdat het wel iemand is die heel erg goed blijft kijken. En heel veel van acteurs vraagt. Dus hij wil echt. Hij wil het in de montage nog kunnen veranderen. Dus we hebben dat einde bijvoorbeeld van seizoen 1. Dat mijn vader de kwade genius blijkt te zijn. En dat Luther het dan gedaan heeft. Dan, we hebben 3 manieren gespeeld. In die laatste scène, dat ik hem een klap geef, dat ik niks, dat ik een heel verhaal hou, dat ik niks zeg en door. Volgens mij is het uiteindelijk heel simpel geworden. Was je bang dat het een blijvend stigma zou zijn? En nou, was je niet Carmen van Penosa? En laatst vroeg mijn buurvrouw nog van, kom je daar ooit vanaf van Carmen? En toen dacht ik, nou misschien wel niet. maar... Ik ben er eigenlijk niet zo heel erg bang voor. Het is in ieder geval het wordt geen zwiebertje, snap je? We gaan niet eindeloos door. En als er hierna nooit meer iets komt waar mensen mij van kennen, dan zou dat misschien jammer zijn. Maar het is, ik heb het met heel veel liefde gespeeld. En het is een heel rijk, interessant personage. Dus... Het heeft mij geen moment verveeld. Nee, nou dan in ieder geval, mocht het dan
een stigma worden, zijn, dan is het goed. Welkom. Ja, ja. Ja, het is ook echt wel... Wat er heel erg leuk aan is, vind ik, is dat uit alle hoeken en gaten van de hele samenleving hebben mensen het gezien. Dus zowel jongens met brommetjes op straat, als de tandarts, als de notaris, als de stratenmaker, als de mensen in de supermarkt. Snap je? Ja. Het is op zoveel lagen doorgedrongen. En dat is, ja, dat vond ik wel heel erg leuk, dat het dan met zo'n cool personage is. Ja, natuurlijk. Het is gewoon een super. Ja. Oké, dan gaan we nu de tweede scène bekijken. Ja. We gaan als tweede scène een scène uit Stellenbosch bekijken. Die heb jij uitgekozen en ik ben heel benieuwd waarom je die hebt uitgekozen. Om een idee te geven aan de kijker. Het gaat over een serie van een familie, de familie Keppel, die in de jaren 50 in Zuid-Afrika een wijngaard opzet. En de familieband die komt op sterkte staan door een traumatische gebeurtenis. De serie is voornamelijk, of nou ja, grotendeels opgenomen in Zuid-Afrika. En jij vertolkt hier de rol van Betty Keppel. Ja. Oké. Zo! Zo! Zet alsjeblieft. Stop dan alsjeblieft, mijn Betty, we moeten ons praten. Blijf stil. Welkom allemaal op hierdie die belangrijkste dag in mijn leven. Behalve mijn trouwdag natuurlijk. 5 jaar geleden heb ik een belofte gemaakt. Ik is hier geboren en getogen. Ik is lief voor Acadia. Ik is lief voor Afrika. Aan het einde van die 50er jaren heb mijn ouders hier komen wonen. Partij van Jelle het hulle nog gekend. Na 20 jaar zijn harde werk is mijn ouders terug Nederland toe. Daarna was ik en mijn broer om die beurt in beheer van die plaats met wisselende succes. Na mijn huwelijk heb ik teruggekomen plaats toe en nu kan ik mijn belofte uiteindelijk nakomen. Vandaag oorhandig ik die plaats aan Jelle. Als jullie later vandaag huis toe gaan, is Arcadia niet meer mijn nie. Mijn man zijn of mijn broer zijn niet, maar jullie zijn. Arcadia gaat een werkerstrust worden, zodat jullie allemaal samen mede-eienaars zijn. Jullie is allemaal samen eienaars van die jelle firma. Jullie moeten echter jezelf inkopen. Die meeste van jullie zal die geld moeten lenen, maar jullie kan een rentevrije lening krijgen. En die waarde van die grond zal slechts verhoogd. Jullie kan het beschouwen als een beloning voor jullie harde werk over de jaren. Maar ook voor het werk van jullie ouders en grootouders. En al die vroege generaties wat nooit betaald is voor hulle bijdrage tot de opbouw van hierdie land. Ik wens jullie baie voorspoed toe. Kom, ons drink op hierdie baie speciale feestdag. Ja. Betty, jij gaat niet weg, nee? Nee, recht. Ons gaan in Durban wonen. Een mooie scène, hè? Ja, ik vind het een heerlijke scène. Maar kijk, als je in iets gespeeld hebt, is het heel moeilijk om zoveel afstand te hebben dat je het, zeg maar, kan beoordelen. Want er zitten allemaal herinneringen tussen. En hier zitten heel veel herinneringen tussen. Want wij waren 3 maanden met de hele crew en een aantal van de cast in Zuid-Afrika. En het was een enorm avontuur. En nou ja, de hele voorbereiding al met dat Afrikaans leren. En met Jeroen. Ik heb met Jeroen natuurlijk Nienke gedaan. Toen speelden we man en vrouw. En nu hier broer en zus. Dus je hebt dan zo'n vertrouwensrelatie die dan gewoon...
ja, dat is heerlijk om met hem te spelen. En hij is er niet meer. En het is, nee. het is in 2007, dus het is gewoon 13 jaar geleden. Maar het is... Kijk, ik vind het heel leuk om in andere talen te spelen. Maar je moet dat wel... Je moet eigenlijk op zoek gaan naar de muziek in die taal. En daarom heb ik deze scène uitgekozen. Omdat ik vind dat hier goed gelukt is. En dat was een enorme opgave, omdat het echt zo'n speech was. Ja. Voor mensen die taal gewoon beheersen. En wat ook nog eens een keer de taal van de onderdrukker is eigenlijk, hè, in principe. Dus ik vond dat best wel een heftige scène. Nou heeft zij natuurlijk best wel ik weet het niet. Ik vereenzelvigde me ook helemaal met dat personage. Ik ging met jongetjes daar in de buurt een rap maken. En ik heb een stichting opgericht, snap je? Ik wilde echt... Weet je, als je dan ergens op een plek bent, dan wil je eigenlijk... Wil je die wereld doorgronden en dan wil je hem leren kennen. Maar Zuid-Afrika is heeft zo'n ingewikkelde geschiedenis. Dus bij overal voel je, wat is hier dan weer gebeurd? En die hele apartheid, dat je voelt gewoon in dat land... Dat het zo aanwezig is. En kijk, we weten het natuurlijk allemaal wel. Die hele koloniale geschiedenis en hoe dat gegaan is. Tenminste, als je een beetje geschiedenis kent. Maar je weet niet de finesses. En die voel je dan als je op zo'n plek bent. Voel jij die? Of ja, ik denk dat ik speel omdat ik het heel erg leuk vind om in die wereldjes te duiken. Dus ik ga me dan wel echt verdiepen en ik... Lees er veel over en ik probeer echt te linken met de mensen die daar zijn. Niet alleen als ik in Zuid-Afrika ben, maar ook als ik in rechtbankscène met iemand speel die daar gevangenbewaker is bijvoorbeeld. Dan vind ik het ook interessant om te horen wat die mensen meemaken op dagelijkse voet. En wij... zijn dus heel erg in contact gekomen met de mensen die daar ook... die figuratie bijvoorbeeld. En die namen ons dan mee naar de township en vertelden hoe dat ging. Dat de mensen betaald werden met wijn in plaats van met geld, weet je wel. En die wijnboer van nu, die had dan ook een heel lijstje. En daar staan echt prijzen op, wat niet normaal... Snap je? Het was nog in alle vezels van die samenleving voelbaar. Ja. En dat vond ik heel heftig sowieso om mee te maken, maar ook interessant. Het vond het zo'n betaald avontuur, weet je. Ik vond het zo luxe om daar te zijn en om dan zo'n wereld te leren kennen en om daar dan een beetje iets van mee te krijgen. Dat heeft echt mijn leven verrijkt gewoon. Ja. Je hebt natuurlijk een hele taal aangeleerd. Je hebt gewoon, het is geen dialect. Je gaat wel echt uit van de tekst in de serie. Want we hebben hier al 3 maanden les gehad van iemand die Afrikaans les gaf. En toen nog eens een keer op de set ook. En je gaat dan wel heel erg uit van wat er in het script staat. Ja. Heb je geauditeerd voor deze groep? Ja, zeker. Oh, ik dacht dat je hem had gekregen. Namelijk. Nee, ik dacht, ik ga het niet eens vragen. Nee, ik auditeer voor bijna alle rollen hoor. En ook, ik ben ook laatst ook nog eens aangewezen. Nog? Afgewezen. Ook na Penosa nog? Ja, zeker. Ja, maar afwijzen, dat hoort wel een beetje bij het vak, toch? Ja, dat hoort erbij. En je bent ook niet... Snap je, de meest geschikte voor elke rol, denk ik. En de regisseurs hebben toch heel erg een plaatje in hun hoofd. En daar moet je in passen. En als je daar niet in past, wil niet zeggen dat jij niet kan acteren. Daar gaat het helemaal niet om. Oké, nou dan denk ik dat het... Eigenlijk wel hebben gehad. Ik wil je bedanken voor je tijd nogmaals. Heel graag gedaan. Ik heb echt een heel erg leuk gesprek gehad met je. En ik vond het informatief. En ik denk dat de kijker er heel erg gelukkig naar kan luisteren. Ik hoop het. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken naar het interview met Monique Hendricks. Wil je ons nou volgen? Check onze Instagram pagina en ons YouTube kanaal. Want volgende week zal ik zitten met Shaheen. Hij speelt in de Belofte van Pisa, waarvoor hij een gouden kalf heeft gekregen. Dus tune in.